Hey Amazon Leeuwen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de drie grootste redenen waarom mensen falen op Amazon. En ik heb vaak het gevoel dat mensen denken dat het een soort gokken is, of dat je gewoon geluk moet hebben bij je eerste product en dat je dan geld gaat verdienen. Maar bij Amazon is dat in ieder geval niet het geval. Je kunt bijna altijd terugredeneren waarom een product gefaald is. Wat nou de reden is dat je niet veel gaat verkopen, dat kun je bijna altijd terug herleiden. En zeker na het kijken van deze video heb je in ieder geval al de grootste redenen waarom mensen met falen met Amazon heb je al gezien. Dus dan ben je in ieder geval goed voorbereid. Laten we gelijk beginnen. De eerste reden waarom mensen falen op Amazon is omdat ze geen marktonderzoek doen, of in ieder geval slecht marktonderzoek doen. Het is natuurlijk heel erg logisch, je moet eerst wel de markt onderzoeken waar je in gaat verkopen. En ik heb een hele hoop video's op mijn kanaal staan over marktonderzoek, dus check die ook zeker even als je daar meer over wilt leren. Maar wat ik even in het kort wil aangeven is dat het niet zo simpel is dat het zou lijken. Stel je gaat bijvoorbeeld marktonderzoek doen met de software zoals ik in die andere video's ook heb uitgelegd. Viral Launch. Nou, stel je bent marktonderzoek aan het doen, de nummers zien er goed uit, je ziet hele hoge verkoopcijfers, concurrenten verkopen echt voor 20.000, 30.000 dollar per maand en de reviews op pagina 1 zijn gewoon heel erg laag. Dus jij denkt, oké, mooi, hier kan ik nog tussen komen, hier kan ik lekker veel geld mee gaan verdienen en jij koopt dat product in op Alibaba, verscheept het naar Amazon, hebt misschien een paar duizend euro van jezelf weer ingestopt. En je begint met verkopen en het begint gelijk goed aan te slaan. Je hebt in ieder geval de eerste week heb je al een paar producten verkocht. Je denkt van oké, dit gaat goed. En dan ineens na een week haalt Amazon jouw pagina offline. En waarom halen ze jouw pagina offline? Omdat je een product hebt binnen de vergrendelde categorie, de restricted section binnen Amazon. Er zijn er eenmaal een paar bepaalde categorieën binnen Amazon die restricted zijn. En als jij daarin gaat verkopen, zul je zien dat ze jouw productpagina heel snel naar beneden halen. En hoe kom je nou achter of zo'n productcategorie restricted is of niet? Nou, in ieder geval de eerste tip die ik daarbij wil geven is gebruik gewoon common sense. Denk gewoon bij jezelf na van, is het logisch dat dit product eventueel vergrendeld zal zijn? En dan moet je vooral denken aan producten met vloeistoffen, producten met batterijen, producten die mensen opeten of op hun huid smeren, dat soort dingen. Allemaal van die producten waar eventueel wel wat fout mee zou kunnen gaan of wat eventueel gevaarlijk zou kunnen zijn. Ook producten met scherpe onderdelen, dat soort dingen. Kijk daar gewoon altijd mee uit, doe je eigen onderzoek, Google in ieder geval even van oké, is dit een vergrendelde categorie of kan ik hier gewoon zomaar in verkopen? Ik zie het nog veel te vaak misgaan dat mensen zich gewoon laten verleiden door die goede getallen. Maar vaak is het dan iets te mooi om waar te zijn en is zo'n productcategorie vergrendeld. En voor mijn studenten is het heel makkelijk om hier achter te komen. Want als je een student bent van mij, dan mag je persoonlijk jouw product naar mij toesturen. Die zou ik dan helemaal geheim houden en daarbij vertel ik jou of jouw product geschikt is om te verkopen. Dus ik geef je eigenlijk een soort van groen of rood licht. Dus de studenten die ik nu al heb, die hebben daar heel erg veel baat bij. Alleen daarom al besparen ze al duizenden euro's. Omdat ze bijvoorbeeld bepaalde fouten die ik als ervaren verkoper al wel zie, dat ze die er nog uit kunnen halen voordat ze echt een product gaan bestellen. Als jij je ook wil aanmelden voor mijn volledige cursus, waarbij je dus ook mijn persoonlijke aandacht gaat krijgen bij het vinden van jouw eerste product, bij het verkopen van jouw eerste product. Nou, wil je dat dan ook? Hieronder in de beschrijving staat een link om je aan te melden voor de echte Dutch AMZ Masters cursus die ik helemaal heb samengesteld. Maar al mijn strategieën staan daarin en je krijgt dus ook nog daarbovenop mijn persoonlijke aandacht om te zorgen dat jouw eerste product gewoon een winner product gaat worden. Oké, gaan we gelijk door naar de tweede reden waarom mensen falen op Amazon. En de tweede reden waarom mensen falen op Amazon, dat is dat ze geen fatsoenlijke productlancering doen. Ik zie nog veel te vaak voorkomen dat mensen denken dat je een Amazon product zomaar online kunt gooien en dat je vervolgens bakken met geld mee gaat verdienen. Zo simpel werkt het niet. Je zult ook wel zien in mijn exclusieve training die ik heb samengesteld, staat die ook onder in de beschrijving, heb ik het ook al een stukje over productlancering. Maar waar het in de basis op neerkomt, is dat je in het begin op pagina 5, 6 of soms zelfs 10, 11, 12, dat je ergens op die pagina staat bij een bepaald product. Dus uiteindelijk wil je naar pagina 1, want dat is waar de meeste sales plaatsvinden, dat is waar de meeste verkocht wordt. Want laten we eerlijk zijn, als jij online iets wil bestellen en je typt het in op bijvoorbeeld Amazon,
dan ga je niet tot pagina 10 kijken of er misschien een leuk product bij staat. Nee, vaak koop je op de eerste of tweede pagina, zie je al wel een product wat jij zoekt en die koop je dan. En daarom is het zo belangrijk dat ook jij naar pagina 1 gaat klimmen. En hoe doe je dat? Nou, je hebt daar productlancering services voor, daar investeer je dan één keer in en die zorgen dat jij naar pagina 1 komt. Maar je kunt ook zelf een advertentiecampagne in elkaar zetten waarbij je dus vrij heftig gaat bieden in het begin, zodat je gewoon in ieder geval wat sales gaat maken en gaat klimmen binnen die rankings, dat je naar pagina 1 toe gaat klimmen. Wat daarbij ook heel erg belangrijk is, is dat je in ieder geval zorgt dat je een aantal reviews voor jezelf opbouwt. Zorg gewoon dat je op zijn minst 5 à 10 reviews hebt, want op Amazon is dat gewoon cruciaal. Want dat laat zien aan jouw klanten dat jij een goed product verkoopt. En als jij nog 0 reviews hebt, ga je gewoon geen producten verkopen, want klanten vertrouwen dat simpelweg niet. Het mooie aan Amazon is wel, als je eenmaal op pagina 1 staat en je hebt een paar reviews, dan ga je gewoon echt lekker verkopen. En wat daarbij wel belangrijk is, is dat jij wel in ieder geval in voorraad blijft. Want stel jouw voorraad raakt op en jij moet dus nieuwe voorraad aanleveren, maar dat duurt bijvoorbeeld een maand, dan ga je langzaam weer zakken in die ranking en ga je dus weer richting pagina 2, pagina 3, pagina 4 en dat gaat zo langzaam door. Dus zorg er gewoon voor dat je op tijd nieuwe voorraad bestelt, zodat je niet opnieuw, want daarna zou je dus anders opnieuw een productlancering moeten doen, zodat je dat in ieder geval kunt voorkomen. Gaan we door naar de laatste reden waarom mensen falen op Amazon. En deze hebben we ook wel eens voorbij zien komen, maar dat is dat je goed je winstmarge moet berekenen. Ik heb er laatst een uitgebreide video over opgenomen, dus ga die ook zeker even kijken als je echt precies wil weten van oké, hoe bereken ik dan precies mijn winstmarge en dergelijke. Maar wat ik in deze video in ieder geval even wil bespreken is waarom het zo belangrijk is dat jij je winstmarge gewoon goed door hebt. Stel je hebt een winstmarge van 30%, dat zou voor mij wel echt het minimale zijn om überhaupt met een product te starten. Dat betekent dus iedere keer dat jij dus 30% van de verkoopprijs van je product binnenhaalt aan winst. Maar waarom zou je dan niet bijvoorbeeld voor een 20% of een 10% winstmarge gaan? De reden daarvoor is dat het gewoon heel veel tijd kost en ook geld kost om maar heel weinig geld te verdienen. Dus je ruilt eigenlijk maar heel veel van je tijd in voor vrij weinig winst. Want stel, je geeft 2000 euro, investeer je in een product. Dat had je ook in een product kunnen investeren waar een hoge winstmarge op zit. Stel je doet het op een product waar een lage winstmarge op zit, dan verdien je dus misschien maar de helft van hetgene bij een hoge winstmarge. Dus ik zou gewoon altijd aanraden van probeer gewoon echt dat momentum op te bouwen. Probeer snelheid in je business te krijgen door gewoon een hoog rendement te behalen. Dus investeer 2000 euro, zorg gewoon dat je op zijn minst 1000 à 2000 euro daarop terug gaat verdienen. En niet dat je steeds maar bijvoorbeeld 3000, 4000 euro investeert en dan misschien maar 500 euro steeds aan winst aan overhoudt, want dat schiet gewoon niet op. Bedenk je eens hoe lang je dan wel niet bezig bent voordat je weer een keer een nieuw product op de markt kunt zetten. Dus zorg gewoon dat die winstmarge goed zit. En dat waren eigenlijk de 3 grootste redenen waarom mensen falen op Amazon. Maar eigenlijk los van die grote redenen waarom mensen falen, zie ik nog iets voorbij komen wat in een heel hoop van de gevallen gewoon fout gaat. Mensen durven niet uit hun comfortzone te stappen. Sowieso in het begin durven ze dat niet. Het is te veel geld, ze durven het risico niet aan. Maar onthoud nou eens gewoon dat het gewoon ligt aan de data. Je kunt altijd terugredeneren waarom ging er iets fout. Als je gewoon de kennis hebt, kun je zeker op Amazon een hele hoop geld gaan verdienen. Omdat je gewoon precies de juiste stappen neemt. En iemand, een mentor of iets of een cursus kan je daarbij helpen. Maar het gaat er ook gewoon om dat jij vanuit jezelf durft om zo'n stap te nemen. Wat ik ook vaak voorbij zie komen is dat mensen gewoon niet in hunzelf willen investeren, niet de tijd erin willen stoppen om ook echt iets te bereiken. Maar geloof me, als je het dus wel doet, je investeert in jezelf, je stopt er echt de tijd in, dan ga je gewoon die beloning krijgen. Die beloning van het harde werken ga je zeker krijgen en dan ga je ook zeker geld verdienen op Amazon. Wat ik als laatste nog wel vaak voorbij zie komen ook, en dat is heel erg jammer vind ik altijd, is dat mensen een eerste product op de markt zetten. Soms is het semi een beetje geluk waarom ze een eerste product heel hard is gaan lopen. Stel ze verdienen met een eerste product, verdienen ze al een paar duizend euro per maand. Dan denken ze, oké, ik verdien nu een paar duizend euro per maand, ik hoef verder niks te doen, ik ga nu lekker chillen, ik ga niks meer doen. Ik ga mezelf niet meer uitdagen, geen risico's meer nemen, ik heb nu geld, dus ik ga het gewoon vasthouden. Maar dat is niet de juiste instelling, want juist door zo'n schaarse instelling ga je op de lange termijn gaat het product misschien toch minder lopen. Je doet minder hard je best, je houdt jezelf niet up-to-date met de nieuwste updates op Amazon. En daardoor gaat het product uiteindelijk toch weer minder lopen en kan je weer helemaal vanaf het begin beginnen. Terwijl je wil juist dat momentum meepakken. Je eerste product loopt goed, ga dan ook gelijk met een tweede, een derde, een vierde en bouw voor jezelf echt een groot Amazon bedrijf. Tenminste, dat zou ik doen als je echt succesvol wil worden, als je echt flinke bedragen wil gaan verdienen op
eventueel zelfs een jonge leeftijd. Dus als je nou zoiets hebt van, hey, dit Amazon verkopen is gewoon echt iets voor mij. Het lijkt me echt heel vet om mijn eigen Amazon store te hebben en mijn eigen Amazon producten, waarmee ik gewoon maandelijks passief geld verdien, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want vandaag hebben we een actie dat je de volledige Dutch AMZ Masters cursus krijgt, waarin ik dus uitleg hoe je product kunt vinden, hoe je fabrikanten kunt vinden, hoe je je product juist op de markt moet lanceren. Dat zit er allemaal in. Plus, je krijgt ook nog eens mijn 1-op-1 coaching, waarbij ik jou dus echt help van, loop je vast, dan gaan we gewoon even 1-op-1 te werk en help ik jou er gewoon doorheen. Want voor mij is het uiteindelijk heel erg belangrijk dat mijn studenten echt succes behalen met mijn cursus. Daarnaast krijg je ook nog een netwerkgroep waarin we met z'n allen elkaar helpen om verder te komen binnen Amazon. En waarbij we ook elkaar helpen met vragen waarmee we zitten. En verder als laatste heb ik nog 3 tijdelijke bonussen die er nu ook nog bij zitten. Die krijg je van mij er gewoon gratis bij als je je gewoon nu aanmeldt voor de Dutch AMZ Masters cursus. Dus ben jij klaar om echt next level te gaan? Hieronder in de beschrijving staat een link naar de cursus. Daar kun je je gewoon aanmelden. Ik hoop je daar dus snel te zien. En verder, mocht je nog gewoon meer gratis informatie willen, kijk dan ook nog even op mijn YouTube kanaal. Er zijn een hele hoop video's over Amazon waarin je gewoon gratis meer kunt leren. Dus ik zou zeggen, waarom zou je daar geen gebruik van maken? Vergeet ook vooral niet deze video te liken en te abonneren als je dit een goede video vond. Ik zou je in ieder geval heel erg dankbaar zijn als je in ieder geval even een likeje achterlaat. En vergeet ook niet een reactie achter te laten mocht je nog vragen hebben. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ga voor je doelen, ga er gewoon achteraan. Geef niet op, geloof in jezelf. En dan zie ik jullie in de volgende.